Kom dan. Hey. Lief. Ja, dat is mooi. Een hele goede middag, lieve vrienden. Althans, het is eigenlijk alweer namiddag. Ja, ik ben heel erg laat. Maar dat kan de pret toch niet boeien? Nee, helemaal niet. Wat er wel boeien kan, dat is dat het rot weer is. Maar oké. Welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Alleen die weg daar. Rijka zit daar. En Kandalf loopt in de keuken rond. Ja, kijk wat we te halen van. Nou nee dus. Maar in ieder geval, het is bagger weer. Bah, echt bagger weer. En dan moet je er ook eigenlijk nog doorheen, hè? Want ja, die dames willen weer eens een keertje eruit. Maar ja, het is echt nou giga. Ik kan het niet laten zien hoe, misschien, nee, deze is niet aan. Ik moet deze aandoen, maar dat duurt weer een tijd. Ja, voordat die aan is. Want, ja. Ik krijg een hele bak nog naar beneden, zometeen. En dan moet je er doorheen. Dus ja, ik zal wel moeten, dus ik doe mijn regio's hem ook weer aan. Capuchons op, et cetera. Ik heb mijn nieuwe truitje aan. Nou ja, truitje. Het is geen trui, want het is het stof niet van een trui. Het is een, ja. Ik weet niet wat het is. Wat voor stof. Het zal er wel in staan, misschien op het labeltje, maar dat weet ik niet. Niet naar te kijken. Hé, grote meid. Ben je lief? Ben jij lief? Kom dan. Ben je lief? Kijk. Kom dan. Waar is Rijka dan? Rijka? Rijka. Nee, ze wil eten, dus laat dat. Banjer. Hey, banjer. Een banjertje. Kleine banjer. Hé? Ja, je kan wel lief zijn, maar je moet wel willen. Hé, maar dat willen ze niet altijd. Nee. Hé? Wat vind ik? Ik ga touwtje trekken, hier. Touwtje trekken. Niet mijn hand, hè? Oh, ze kan zo lekker. Dat vind ik wel weer leuk, hè? Ja, Poefie. Een ai. Net op tijd springt hij weg. Klein loedertje ben je. Ja. Maar ja, oké, lieve vrienden. Dat, ja, zo gaat het hier in huis. De ene keer is hartstikke leuk, maar de andere keer dan valt het best om een paar straffen uit te delen, hoor, aan wie dan ook. Ook zelfs kan dat, want die kan ook gemeen wezen. Wat dan niet hoeft. Hé? Ja. Hoop ik. Maar in ieder geval, het is snet weer. Eigenlijk moet je dan ook snet gaan eten, denk je dan.
Maar nee, is niet nodig. Ik heb lasagne. Ja. Lekker. En ik ben de oude vlogs, ben ik nu aan het overhevelen naar mijn externe harde schijf. Ja, dan krijg ik misschien ook weer wat ruimte op mijn pc. Dames. Ja, toch? Zo zeg ik het niet, ja. Maar oké. Ik heb ook heel veel verdriet. Wat niemand ziet. Maar ik wil het wel even kwijt. Onze lieftallige zuurgaat, nee geen zuurgaat, mijn B-zusje, Jolanka Schoppers. Als jullie terugkijken onder de vlog, zullen jullie wel ergens een reactie van haar zien staan. Maar er zal nooit van zijn leven meer een reactie komen. Onze vriendschap is niet over, nee. Maar ze is wel onverwachts van ons heen gegaan. En ze heeft de laatste trein gepakt om naar de hemel toe te gaan. Ik ben ontzettend geschrokken van dat nieuws. Dat ja, daardoor heb ik ook denk ik een rotnacht gehad. Waardoor ik wel wat had geslapen, maar iedere keer wakker. Gebroken tot en met. Alweer betijds ook weer wakker, de honden buiten gehad, maar ik kon amper mijn ogen openhouden, maar dan zit je weer op bed in donker, lekker, rustig. En slapen was er niet bij. En dan zit je maar weer een spelletje te doen om je hoofd leeg te maken. En dan weer wil je gaan liggen. En dan hoor je weer dit en dan hoor je weer dat. En dan hoor je de buurman weer die naar zijn werk toe gaat. Nou, toestanden, problemen. Ten over om in slaap te vallen. Maar ik ben wel blijven liggen, even zo goed. Weer de honden eens een keer naar buiten. En zo is het doorgegaan. Tot ik mijn lieftallige Facebook broertje plus mijn medebeheerder Fred van der Kaap aan de telefoon had. Toen ik even met je te praten heb gecontroleerd met Jolanka Schoppers. En toen ben ik pas in slaap gevallen en Karin die belde me weer wakker rond een uur of vier. En daar dat ik dus laat uit bed ben, laat beneden ben. We zijn vandaag trouwens ook aangekomen op donderdag 18 februari. En het is inmiddels 17:13, oftewel 13 minuten over 5 bij het lopen, voor 5:15. Dus ja, daardoor, lieve vrienden, dan zit je ook nog in je eigen rotshit maand dat je eigen man 4 jaar geleden is overleden. En dan krijg je dit nieuws er weer overheen, dus het is klap. Ja, nou, wie kan er wel tegen? Dat weet ik ook niet. Het ziet er allemaal somber uit. En dan ook nog het leven op de wereld is wat somber. Daar kan ik wel weer tegen. Dat interesseert me niet. Dat hele achtelijke gedoe met dat zootje van Rutte. Dat interesseert me geen ene malle moer. Ze doen maar. Ze gaan hun gang. Maar de coronacijfers die zijn ook weer veel malen hoger dan het de afgelopen weken was. Hij ziet het ook somber in om ruimte te creëren voor weer versoepelingen. Dat het wordt denk ik maar strenger en strenger. Nou ja, Spanje is ook heel streng geweest en dat is nou ook gewoon weer soepeler geworden. Dus die kant zullen we wel eerst op gaan. Boost in Spanje hadden. Dat je straks helemaal niet meer naar buiten mag, dan enkel ook nodig tot boodschappen en je honden uitlaten. Nou, hij komt zelf toch ook buiten. Ja, dat doet ook zijn ding. En dan geeft ook een ander een hand. Waarom mogen wij dat niet, Rutte? Ja. Hallo dames. Klaar. Even dat apparaat weer bij. Hé. Gaat het even niet? Ja? Ah!
Had je niet kwaad toe, Rijka? Maar ik was diep hoor. Jij ook even nou? Nou? Rustig. Rustig jij ook. Nou? Oh, klaar met jullie. Zo. Moet ik misschien zitten, mijn dame. En hier ben ik en jij bent daar. Nou, niks niet. Maar jij ook. Maar oké, lieve vrienden, gedane zaken nemen geen keer. Wat wegwerken. Kan ook. Gedane zaken nemen geen keer en ik moet door dat slechte weer. Ja, ken je dat? Ja. Dat kan ik laten gaan. Karin die zou mij bellen als zij weer thuis was, maar ik zal het zo meteen even een appje met het ding geven. En dan zie ik het weer. Hoe is het? En de wat is het? Ja! Te zeggen tot later. Doei! Ja, dat is mooi.